Zometeen in Hart van Nederland. Grootscheepse verkeerscontrole rond Den Haag. Enkele honderden taxichauffeurs en automobilisten zijn op de bom geslingerd. En twee kerken in Alphen aan de Rijn zijn vannacht in vlammen opgegaan. Het vuur is aangestoken door een dronken inwoner van de stad. De schade loopt in de miljoenen guldens. Graag tot zo. Het is 10:30, rechtstreeks vanuit onze hoofdstad. Hart van Nederland. Met vandaag in Alphen aan de Rijn gaan twee kerken in vlammen op. Het vuur is aangestoken door een dronken inwoner van de stad. De schade loopt in de miljoenen. Ruim de helft van alle taxichauffeurs lapt de verkeersregels aan zijn laars. Dat blijkt uit een grootscheepse verkeerscontrole vandaag in Den Haag. En shownieuws. Linda, Roos en Jessica vertellen waarom ze echt uit elkaar gaan. Goedenavond. Ruim de helft van alle taxichauffeurs lapt de verkeersregels aan zijn laars. Dat blijkt uit een grootscheepse verkeerscontrole vandaag rond Den Haag. Veel taxichauffeurs knoeien met reistijden, hebben geen medische verklaring bij zich of rijden in een ongekeurde auto. Tijdens de controle zijn in totaal 200 bekeuringen uitgedeeld. En niet alleen taxichauffeurs zijn op de bon geslingerd. Voor de controle werden ruim 6000 automobilisten van de weg afgehaald. Voor de kleinste overtredingen trok oom agent het bonnenboekje. Dat is onder andere de gordelplicht. De plicht voor het bij zich hebben van het rijen kentekenbewijs en het goede kentekenbewijs bij de auto. En daarbij nog een dat je het rijbewijs in ieder geval bij je hebt voor de auto die je bestuurt. Vooral taxis houden zich slecht aan de regels. Ruim de helft was in overtreding. Het vergeten van het rittenboekje of de geneeskundige verklaring, alles was strafbaar. De auto kan onveilig zijn omdat hij niet gekeurd is voor personenvervoer. Want dan krijgt de auto een scherpere keuring. En de chauffeur die voldoet niet altijd aan de eisen die door de rijtijdenwet aan die chauffeur worden gesteld. Sommigen vonden het hele circus maar zonde van de tijd. Wij denken dat we verzekerd zijn en we zijn niet verzekerd. En dan moet je de hele nacht gaan zitten. Maar dat is toch in uw eigen belang van uw eigen veiligheid die we daar gaan? Wegduwen of weg te slepen, maar dat mag allemaal niet. Ik kom die mensen halen, die zijn net aangehouden. Ze bellen me op en zeggen, kom maar even komen halen. Dus ik parkeer mijn auto daar zo bij de parkeerplaats. En dan komt er eentje aanrennen. Ja, nou word je aangehouden. Ik zeg, nou word ik aangehouden. Ik zeg, ik heb niks gedaan. Hij zegt, ja, nou word je aangehouden. Nou krijg ik weer een bekeuring waar ik geen rijbewijs en mijn kentekenbewijs bij me heb. Dus heb je niks anders te doen. Lekker boeven pakken of zo. In mijn lasten vallen. Moet je hem zien staan, man. Alle auto's in Den Haag werden gecontroleerd op snelheid. 17% van hen reed te snel. Hachelijke uren vannacht voor de bemanning van de viskotter Goeree 58. Voor de kust bij Noordwijk raakte het schip waarop ze zaten stuurloos en liep vast. De viskotter kon geen kant meer op. In afwachting van hulp brachten de vissers de hele nacht op zee door. Pas vanmiddag kon de gestrande boot worden vlotgetrokken. Noordwijk vanmiddag. Op een kleine 100 meter uit de kust dobbert de Goeree 58. Hulpeloos en overgeleverd aan de golven. Het schip ligt er al vanaf 3:00 s'nachts. De 3 opvarenden waren aan het vissen toen er een stuk touw verstrikt raakte in de schroef van het schip. De motor liep daardoor vast. Het schip raakte stuurloos en liep aan de grond. Op dat moment is ook nog de reddingsboot hier uit Noordwijk uitgerukt. Die hebben nog een poging gedaan om hem gelijk vlot te trekken. Maar het was valentij en dat is niet meer gelukt. De vissers konden weinig anders doen dan op de boot blijven en afwachten. Pas toen het vloed werd, konden de pogingen om het schip vlot te trekken worden hervat. De boot van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kreeg daarbij hulp van een andere vissersboot. De KNRM maakte een sleepverbinding tussen beide boten en rond 1:00 vanmiddag kon de Goeree 58 eindelijk weer varen. De boot ligt nu in de haven van Scheveningen voor reparatie. Honderden panden in het centrum van Amsterdam staan op de monumentenlijst. Toch is het oudste polderhuisje van de wijk De Pijp nog geen officieel monument. De eigenaar, de bewoner en de gemeente willen dat het unieke pandje bewaard blijft. De vraag is alleen wie gaat de torenhoge kosten van de renovatie betalen. Het 133 jaar oude polderhuisje aan de Rustenburgstraat in De Pijp moet volgens de huidige bewoner bewaard blijven. Dus voor de geschiedenis van de Pijp is dit het symbool van de oorsprong van zo'n wijk. De gemeente zegt nu na jaren bereid te zijn geld te stoppen in de renovatie die 2 tot 4 ton kan gaan kosten. Maar de eigenaar moet ook in de buidel tasten. Wij zijn bereid om daar geld in te stoppen. Dat zal overigens uit verschillende bronnen moeten komen.
één bron die we daarvoor aanboren is de monumentensubsidies. Een tweede bron waar geld uit beschikbaar kan komen, dat is het stadsvernieuwingsfonds die we in deze stad hebben. We hopen dat ook de eigenaar bereid en in staat zal zijn om een bescheiden bijdrage te leveren aan het opknappen en instand houden van het geheel. Ik zou er bar blij mee zijn, maar ik moet er niet financieel op achteruit gaan. Het is zijn eigendom en hij zal er daarna ook opbrengsten uit hebben. Dus het blijft redelijk dat hij een bijdrage levert aan het instand houden van het geheel. Maar nou een kapitaal in te steken aan het eigen portemonnee, wat je er nooit meer uitkrijgt. Aan huur, laat ik dat voorop stellen. Dus ja, wat moet je? De bewoner heeft nu de historie van het pand in een boekje beschreven dat volgende week aan de gemeente wordt aangeboden. Hij hoopt dat dit zal bijdragen tot het behoud van het oudste polderhuisje uit de pijp. Ik hoop dat het boekje iedereen verliefd maakt op het huis. Ondanks het onverwacht grote verlies van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen was er gisteren tenminste één christendemocraat die een feestje vierde. De 24-jarige Camiel Eurlings uit Valkenburg aan de Geul. Hij kreeg maar liefst 15.000 voorkeursstemmen van de kiezers. En dat betekent dat de nummer 36 op de lijst van het CDA toch zijn zetel in de Tweede Kamer krijgt. Een nieuwe Limburgse jong voor de Tweede Kamer. In Valkenburg aan de Geul kunnen ze de verkiezingsslogan van Camiel Eurlings ondertussen wel dromen. De jel heeft zijn uitwerking in ieder geval niet gemist. Mevrouw, heeft u op Camiel Eurlings gestemd? Ik heb op Camiel gestemd en mijn dochter en mijn familie in Utrecht zelfs. Heeft u toevallig op Camiel Eurlings gestemd? Ja, natuurlijk, want ik ben zijn oma. Met maar liefst 15.000 voorkeursstemmen is Camiel zeker van een zetel in de Tweede Kamer. Het is een heel apart gevoel, mag ik wel zeggen. Ja. Een beetje een... Het is zo'n verrassing geweest wat vannacht gebeurde. Het was zo gigantisch en zo groot dat je het eerlijk gezegd nog niet helemaal beseft. Camiel heeft er al 4 jaar op zitten als gemeenteraadslid. De politiek is hem dan ook met de paplepel ingegoten. Want ook zijn vader zat jaren in de raad. Toen ik hier in de gemeenteraad zat in Valkenburg, en dat is begin 80er jaren, toen zat hij als jongetje van 11 of 10, zat hij al op de publieke tribune tot 10:30, tot 10:30. En dan moest hij naar bed en dan vertrok hij. Als er iets leeft in een samenleving, mensen ervaren een probleem, ervaren bijvoorbeeld een gebrek aan veiligheid, en je kunt daarvan in de gemeenteraad voor knokken en er iets aan veranderen, iets aan verbeteren, dan is dat een geweldig gevoel. En ik hoop dat ik dat ook in de Tweede Kamer mag ervaren. Het echtpaar van der Zalm in Heerlen krijgt voorlopig de post niet meer thuisbezorgd. Het is geen wilde actie van de PTT of van een boze postbode. Nee, er is iets anders aan de hand. In de brievenbus woont namelijk het echtpaar Koolmees. En omdat ze 7 kleine Koolmeesjes hebben gekregen, is de bus vol. Meneer, de brievenbus zit toch daar links? Klopt, want hier gebeurt iets unieks. We zijn een broedende Koolmees. Met jonkies. En dan kan je die slechte posten gooien. Hè? Dan hebben we moeder op het dak zitten. En dat is ook niet de bedoeling, hè? Het gebeurt niet elke dag dat 2 koolmeesjes een brievenbus uitzoeken om zich te nestelen. Toch zagen deze vogeltjes de brievenbus van Theo en Beb van der Zalm helemaal zitten. Ik heb een verrassing in de brievenbus gevonden. Eerst vonden we een paar strootjes en het werd steeds meer. Ik zeg, oh jee, daar gaat een nestje in zitten. Hoe moet dat nou met de post? Want de post houdt er natuurlijk normaal de post in. Die kan dat niet zien. Een oplossing werd gauw gevonden. De koolmeesjes waren belangrijker en dus moest de post wijken naar een andere brievenbus. Eigenlijk mag dat niet zomaar. Maar ook de PTT-bus week voor de koolmeesjes en zal geen tegenmaatregelen nemen. Het is fantastisch gelukt. Niemand heeft meer post of reclame of drukwerken in de bus gegooid. De koolmeesjes hebben inmiddels 7 jongen en ze zijn al behoorlijk groot geworden. Dus met 14 dagen dat ze uitvliegen, dan hebben we toch 7 nieuwe koolmeesjes erbij gekregen. Een hele koolmeese familie dus. Een bedankje voor de postbodes is dan ook op zijn plaats. Straks in Hart van de Sport. Voor de basketbalmeiden van Lieshout is het aanstaande zaterdag erop of eronder. Willen ze nog landskampioen worden, dan moet er gewonnen worden van Den Helder. En in shownieuws, Linda, Roos en Jessica vertellen waarom ze echt uit elkaar gaan. In Alphen aan de Rijn heeft zich afgelopen nacht een kleine ramp voltrokken. Een 21-jarige man heeft 2 kerken in brand gestoken. De schade in de katholieke Bonifatiuskerk is aanzienlijk. En het interieur van de protestante Maranatha-kerk is bijna volledig verwoest. De inwoners van Alphen zijn laaiend over deze zinloze daad.
Ja, die man die is waanzinnig geweest. Die heeft dwangdenkbeelden. Daar loopt hij mee rond. Iemand met een normaal verstand die doet zoiets toch niet? Is een imbecil geweest. Die is niet goed wijs. Want wie steekt er nou een kerk in de brand? De Maranatha-kerk is meer dan 100 jaar oud. Vannacht brandde het interieur van de kerk bijna volledig uit. De schade loopt in de miljoenen. Dominee Wildschut kwam vanmorgen naar zijn uitgebrande kerk kijken. De schade is echt enorm, hè? Ja, het ziet er dramatisch uit. Het ziet er in werkelijkheid veel erger uit dan dat je van buiten ziet, inderdaad. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Wat zat hier vroeger? Dit was vroeger een gang achter de kerkzaal met allemaal vergaderruimtes. En hier zaten dus 3 vergaderruimtes achter. Dat is totaal verwoest, ja. Ja, en als je praat over het materiële, dan is het orgel een van onze kostbaarste bezittingen. Want je praat bij zo'n orgel gauw over tonnen schade, in feite. De brandstichter kwam vannacht de kerk binnen door een raampje in te slaan. Nadat de Maranatha-kerk brandde, liep hij naar de Bonifatiuskerk. Ook daar kwam hij binnen door een raam in te slaan. Daar ontstak hij eerst alle kaarsen in de kerk en zette vervolgens de gordijnen in brand. Doordat het inbraakalarm afging, werd de brand vroegtijdig ontdekt. De schade bleef beperkt. Wel moeten de gewelven van de complete kerk vanwege de roetaanslag schoongemaakt worden. We begrijpen er geen snars van. Kijk, als je het idiote hebt om een kerk in brand te steken, dan doe je dat. Maar als je dan eerst uitgebreid en op je dode gemak al die kaarsen aansteekt, alsof je een soort ritueel aan het opvoeren bent, daar snappen we helemaal niks van. We hebben vannacht gelukkig op aanwijzing van burgers, maar ook zelf hadden we de man al bij beide kerken gesignaleerd, een 21-jarige jonge man uit Alphen kunnen aanhouden. Hij heeft inmiddels verteld dat hij het gedaan heeft, dat hij bekend dat hij de branden heeft aangestoken. Maar u begrijpt dat het onderzoek moet natuurlijk uitwijzen of hij inderdaad de dader is geweest. De beide kerken waren genomineerd om op de monumentenlijst te komen. Nu de Maranatha-kerk zo verbrand is, is de kans groot dat de kerk geen monument wordt. Ik zal mijn best doen om te zorgen dat we alles kunnen doen om de Maranatha-kerk toch weer op de monumentenlijst te krijgen. Maar ik zal daarvan ook afhankelijk zijn van het kerkbestuur, maar zeker ook van de provincie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Nu bent u een dominee, dus u bent vergevensgezind. Maar ja. Wat vindt u nu van zo'n man die zoiets doet? Nou, ik hoop dat hij op een gegeven moment inziet wat hij gedaan heeft. En dan zo inziet dat hij dit soort dingen nooit meer doet. Want hij weet nog niet half hoeveel mensen die hiermee getroffen heeft, verdriet gedaan heeft. Kan iemand die vermist is zomaar ontslagen worden en moet bijvoorbeeld een verzekeringspremie worden doorbetaald? Gareth Hullekes is al 7 weken onvindbaar. Zijn ouders hebben geen idee waar ze moeten zoeken en ook de politie komt niet veel verder. Tot overmaat van ramp kregen vader en moeder Hullekes enkele weken geleden een ontslagbrief voor hun zoon. Ze vragen zich in al hun verdriet af welke status je hebt als vermist persoon. Gareth Hullekes verscheen 17 maart niet op zijn werk. Nu, ruim 7 weken later, is hij nog steeds vermist. Zijn ouders weten echt niet waarom hij zomaar is vertrokken, zonder iets van zich te laten horen. Gareth is 20 jaar. Hij woonde nog bij zijn ouders in Ulft. Ja, we zijn gewoon heel verbaasd. Als we dat wisten, dan was hij misschien al wel weer terug. Maar we hebben echt helemaal geen enkel idee. Een paar bankafschriften zijn de enige houvast die de ouders van Gareth hebben. Volgens de papieren zou hij met zijn Peugeot getankt hebben in Duitsland. Uiteindelijk belandde hij in Italië. Althans, dat zeggen de bankafschriften. We kregen een pin uit Rome een week later. Een bankafschrift ook? Een bankafschrift, ja. En het is frappant dat hij op dat moment dus steeds 1000 gulden dus steeds opneemt. En ik weet niet of dat het maximale is, maar dat doet hij dan. Ja. Als hij het doet, hè, want ja, je gaat natuurlijk van allerlei dingen denken dat er misschien iemand kien bezig is en dat ook op die manier enceneert. Dus dat zijn pas gestolen is eventueel? Dat zou kunnen, ja. Maar dat weet je nooit. De ouders van Gareth maken zich niet alleen zorgen om de vermissing van hun zoon. Nadat ze gestopt waren met het zoeken, werden ze geconfronteerd met de gevolgen van zijn vertrek. 3 weken na zijn vermissing lag er een ontslagbrief op de mat, omdat Gareth niet meer op kwam dagen bij het accountantskantoor waar hij werkte. Toen wij dus hoorden dat het niet omgezet wordt in een onbetaald verlofregeling en men star bleef volhouden aan zijn ontslag,
heb ik geprobeerd om een advocaat in de arm te nemen. En die zei, ja, dat moet eigenlijk uw zoon zelf doen, want u bent geen partij. En daar ga je dan. Dan kun je eerst niks doen. Eigenlijk is het zo in Nederland, weliswaar staan er in de wet een bepaalde regels die een vermiste zouden omschrijven. Maar die zijn zo vaag dat een vermiste eigenlijk in Nederland niet bestaat. Je bent of dood of levend. En daartussenin weten we eigenlijk niet wat we ermee aan moeten. Henk Langerak is voorzitter van de vereniging Achterblijvers na Vermissing. Hij pleit ervoor dat vermiste mensen een status krijgen, zodat praktische zaken snel geregeld kunnen worden. Ik neem een voorbeeld. Ik bel een verzekeringsmaatschappij. Die bel ik op met een mededeling. Mijn zoon of dochter is sinds die en die dag weg. Wat moet ik doen? Moet ik de premie doorbetalen? Moet ik hem stoppen? Weet men niet. Heeft u wel eens geprobeerd om een vermiste een brief te schrijven? Nou, dat is net zo goed als een reclamefolder in de bus doen. Want die zal nooit reageren. En ook bijvoorbeeld in een ontslagbrief, daar kan hij niet op reageren. Er zal nooit een verweer komen. Er zal ook nooit een handtekening komen. Dus hoe dat in elkaar zit, dat weet ik dus niet. Er blijft dus een juridisch gat zitten. Als je dit ziet, Gerrit, van doe dan geen domme dingen. Maar bel alstublieft. En je weet, we houden van je. Nee, kan ik niet zeggen. U zag een reportage van Ferry Stoop. Wij gaan verder met Shownieuws. Hier is Albert Verlinde. Ja, zometeen aandacht voor het grote afscheidsfeest van Linda, Roos en Jessica. Maar eerst het vervolg van de zaak Franklin Brown. Want vandaag heeft hij een einde geëist van zijn schorsing bij de Rotterdamse politie. 2 maanden geleden werd Franklin Brown veroordeeld wegens seksuele intimidatie van vrouwelijke collega's. Franklin Brown werd 2 maanden geleden door het Hof in Den Haag veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf. De zanger werd geschorst op het moment dat hij vastzat op verdenking van seksuele intimidatie. Brown vindt dat hij onnodig geschorst is en dat de schorsing elke grond miste. Na afloop van het kort geding verklaarde hij dat hij niet zozeer zijn oude baan terug wil, maar dat het een kwestie is van eerherstel. Als de rechter hem in het gelijk stelt, kan Brown een schadevergoeding eisen. De zanger heeft ook bezwaar aangetekend tegen zijn definitieve ontslag. En die procedure loopt nog. Franklin Brown vertegenwoordigde ons land 3 jaar geleden tijdens het Eurovisie Songfestival samen met Maxine. En over dat Eurovisie Songfestival gaan we het nu hebben. Want aanstaande zaterdag is het weer zover, de 43e editie. En het wordt een jubileum voor de Nederlandse commentator Willem van Beuzenkom. Hij doet het voor de 10e keer. En vlak voordat hij naar Birmingham vertrok, spraken we hem over zijn liefde voor het Songfestival en zijn verwachtingen voor Edcilia Rombly. Zijn stem is onlosmakelijk met het Songfestival verbonden. Het is de stem die al jaren het Nederlands commentaar bij de liedjes verzorgt. En dat is niet zo vreemd, want Willem van Beuzenkom volgt het festival al van jongs af aan op de voet. Ik vond die combinatie van amusementsliedjes en een soort wedstrijd eromheen, dat vond ik iets ontzettend intrigerends hebben. Ik denk dat ook een beetje meespeelde met, het was toen natuurlijk met de televisie nog, het ontdekken van Europa, van al die verschillende landen. Ik denk dat dat er allemaal een beetje bij hoorde. Van Beuzenkom bezit een verbluffende kennis van Songfestivalfeiten en heeft alle tv-opnames sinds 1957 gezien. En natuurlijk hoopt hij jaar in jaar uit dat Nederland een plaatsje in de top 10 verovert. Je moet een klein beetje de journalistieke afstand houden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat je voor de Nederlandse kijker het gevoel moet geven van dat de commentator ook achter de keuze van het Nederlands publiek staat. Dat je niet distancieert op de nationale avond. Nee, je moet niet iets hebben van, jongens, dit is helemaal shit. Hiermee kunnen we ons niet vertonen. Ik geloof dat dat niet gepikt zou worden. Aanstaande zaterdag zal de 20-jarige Edcilia Rombly ons land in Birmingham vertegenwoordigen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Dit liedje heeft een vrij goede verhouding tussen de tekst en het ritme van het liedje en de melodie. Waardoor buitenlanders het gevoel hebben dat het minder massaal klinkt dan vaak met de Nederlandse taal gebeurt. Dus ik ben redelijk optimistisch gestemd. En wat is redelijk optimistisch? Nou, ik heb al een paar keer deze week, de vraag wordt mij natuurlijk regelmatig gesteld, geroepen dat ik echt verbijsterd zou zijn als die bij de eerste 10 zou komen. En ik reken eigenlijk wel dat het bij de eerste 5 hoort te komen. Nou, in Engeland zijn er al enquêtes gehouden onder kenners en die voorspellen ook een plaats voor Edcilia bij de eerste 5. Dus dat lijkt Willem van Beuzenkom goed gezien te hebben. We wachten het af. De echte fans kunnen het nog maar nauwelijks geloven, maar Linda, Roos en Jessica gaan toch echt uit elkaar. Vanavond was er in Showbiz City een grote persconferentie waarbij ze hun precieze plannen aankondigden hoe dat afscheid eruit gaat zien. En Shownieuws mocht vlak van tevoren al met de dames praten over hun toekomstplannen. In adem, want de kans is...
Drie jaar geleden namen de drie populaire actrices uit Goede Tijden, Slechte Tijden voor de lol een plaatje op, Ademnood. Maar wat begon als een grap, bleek al snel een succesformule. Nu vinden ze het mooi geweest. Ik heb best wel deze drie jaar roofbouw op mijn lichaam gepleegd door heel hard te werken. Hard werken is niet erg, maar stress is wel erg. En het is nu weer tijd voor andere dingen. Ik vind het lekker om ook weer een beetje tijd voor mezelf en de mensen om me heen te hebben. Omdat, ik merk gewoon dat ik dat voor mijn persoonlijke ontwikkeling gewoon nodig heb. En dat ik me gewoon gelukkiger voel als ik lekker tijd met vrienden kan doorbrengen, met familie. Voor mij is het zo gegaan, we zaten ineens op een zijweg met z'n drieën. En ineens deden we iets waar we helemaal niet op voorbereid waren, wat ontzettend leuk was. Ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil toch weer de dingen doen die ik vroeger graag wilde gaan doen. En het was toch ook meer alleen. Dus ja, op een gegeven moment moet je dan gewoon weer afscheid nemen. Katja Schuurman gaat zich helemaal storten op haar carrière bij MTV en gaat in een film spelen. Ook Babette van Veen zal binnenkort op het witte doek te zien zijn. Dan moet er voor jou toch ook een film aan zitten te komen, of niet? Nee, ik ga column schrijven. Waarvoor? Ja. Voor het blad Vriendin. Maar eerst komt er nog een single van het trio uit. 1999 heet dat nummer. En het echte afscheidsfeest voor Linda, Roos en Jessica, dat wordt gehouden op 25 en 26 juli in Showbiz City. En binnenkort gaat de kaartverkoop van start. Dat was het shownieuws voor vanavond. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. De finale om de Amstel Cup op zondag 17 mei in de Rotterdamse Kuip gaat tussen PSV en Ajax. PSV plaatste zich vorige week al ten koste van FC Twente. En Ajax won vanavond in de Amsterdam Arena overtuigend van Heerenveen. Albert Manting vertelt u hoe dat ging. Heerenveen was met zeer defensieve bedoelingen naar de Amsterdamse Arena gekomen. Het wel in de halve finale van de Amstel Cup tegen Ajax. Heerenveen probeerde zo lang mogelijk de score op 0-0 te houden. Bamangida kreeg halverwege de eerste helft de eerste echte kans voor Ajax. Vonk greep goed in. Ajax had een optisch veldoverwicht en dat zou uiteindelijk na 39 minuten resulteren in de openingstreffer. Olysee stuurt Bamangida weg, die zet voor. En het doelpunt is daar van Jari Liedmanen. Er was appelleren voor buitenspel aan Friese zijde, maar daar werd niet voor gefloten. De bal was ook niet over de achterlijn geweest. Bamangida met de voorzet en Liedmanen die binnenschiet. Arveladze staat wel bij de paal, maar staat niet hinderlijk buitenspel. In de tweede helft gaat Ajax door. Het spel van de Amsterdammers is dan ook beter. En na ruim 10 minuten in die tweede helft scoort Shota Arveladze de 2-0. En dan is de wedstrijd eigenlijk al gelopen. Want Heerenveen is niet bij machten om aanvallend al te veel uit te richten. Prachtige paas op Liedmanen. Die direct doorgeeft aan Arveladze. En die laat Vonk volslagen kansloos. 2-0 voor Ajax. En daarna krijgen we wat gallery play. Hoekstra kwam onder andere in de ploeg. Het overstapje is dan van Blind. De paas is op maat van Ronald de Boer. En Danny Blind, de Amsterdamse aanvoerder en man van de wedstrijd, maakt het schitterend af. 3-0 de eindstand. De finale van de Amstel Cup dit seizoen gaat tussen Ajax en PSV. De troostfinale tussen Heerenveen en Twente. En na afloop van deze wedstrijd spraken wij na met Jan de Visser van Heerenveen. Ongewild hebben jullie vanavond twee ploegen gelukkig gemaakt. Ajax en FC Twente. Want aanstaande donderdag spelen jullie tegen Twente. De beslissingswedstrijd. Ja, nou ja, we hadden het liever anders gehad. Maar het is niet anders. Het is zo gelopen. Hoeveel kans maken jullie tegen Twente? Ja, ik denk dat het 50-50 is. Het is één wedstrijd. En ik denk dat kwalitatief gezien dat je elkaar weinig ontloopt. Dus het is echt 50-50. Realiseren jullie dat het een unicum is in het Nederlandse voetbalgeschiedenis? Ja, ik denk dat het nog nooit eerder is voorgekomen. Nee, natuurlijk niet. Want het is een van de eerste jaren dat je twee deelnemers hebt in de Champions League. Nou ja, goed. Maken we dat ook weer mee. Extra spanning? Extra zenuwen? Nou, nog niet. Maar ja, goed, donderdag zal het wel gespannen zijn. Maar ja, dat hoort bij dit soort wedstrijden. Dat geldt voor iedere wedstrijd. Het is erop of eronder, aanstaande donderdag? Ja, erop. Op donderdag 14 mei dus een nieuwe finale tussen FC Twente en Heerenveen. En dan wordt bepaald wie in het Europa Cup 2 toernooi gaat spelen volgend seizoen. Die wedstrijd wordt live uitgezonden. 14 mei dus, 8:45 bij SBS 6 Sport. De dames van basketbalclub Lieshout zijn in hun eigen woonplaats razend populair. Geen wonder, want vorig jaar werden de Brabantse meiden landskampioen. En dit seizoen spelen ze weer in de play-offs. Maar ze hebben het moeilijk tegen Den Helder.
Lieshout staat met 2-1 achter. Zaterdag spelen beide clubs weer tegen elkaar. En als Lieshout opnieuw verliest, is het over. Als ze winnen, moet het vijfde duel de beslissing brengen. En dus is het dit weekend erop of eronder. Vanmiddag werd er hard getraind voor de zware wedstrijd zaterdag. Trainer Jos Wolfs is vol vertrouwen. Omdat we spelers hebben die vermogen hebben en ja, een wedstrijd kunnen beslissen. En ik denk dat het voldoende spelers moeten zijn die de wedstrijd kunnen beslissen. Ja, ik denk dat dat ons sterk maakt. De wedstrijd wordt thuis gespeeld en dat maakt alles uit voor de spelers. Afgelopen wedstrijd was niet echt goed gegaan. Dus we hebben wel iets recht te zetten. Vooral ook tegen het publiek wat allemaal meegereisd is. En we zijn zeker van plan om te laten zien dat we het toch wel beter kunnen. Opvallende verschijning in het Lieshoutse team is de 2 meter en 3 centimeter lange Senegalese Fatou Kine Ndiaye. Ze woont sinds februari bij een gastgezin. Ze blijft nog zeker 2 jaar voor Lieshout spelen. Oui, ça marche très bien. Les joueurs sont très sympas avec moi. Les managers sont très sympas. Tout le monde est sympa avec moi ici. Als Lieshout zaterdag verliest, raken ze hun titel kwijt. Dan moeten ze het volgend jaar weer proberen. En tot zover de sport, terug naar Milika. Hij lonkt, hij snurkt of hij speelt een spelletje boter, kaas en eieren. Aap is een nieuw en geavanceerd kunstwerk. Sinds deze week woont hij in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Deze robotaap moet het verblijf van revaliderende patiënten een beetje aangenamer maken. Aap is 1,5 meter hoog en ziet eruit als een echte aap. Zo reageert hij dan ook. De robot heeft volgens de maker een bijzonder temperament en is volstrekt onvoorspelbaar. Zoals iedereen, ieder wezen heeft hij betere, goede en wat slechtere humeuren. En is hij soms wat vermoeid, kan in slaap vallen, heeft soms zin om een spel te spelen en soms helemaal niet. Aap heeft een eigen plekje in de kliniek met een veldbedje en een koelkast. Alsof hij zo een drankje kan pakken. In werkelijkheid staat er geen frisdrank, maar heel veel apparatuur in. Nodig om Aap aan te sturen. Ik denk ook dat mensen daar over zullen praten en over zullen blijven praten. Maar het wonderen, ja, dat staat ook symbool voor wat mensen hier ook ervaren aan een wonder in hun leven. Dat ze soms niet meer kunnen bewegen, in een rolstoel zitten en soms lopend de deur weer uitgaan. Wie Aap uitdaagt voor een spelletje, wint het niet bij voorbaat. De robot is slim en wint het regelmatig van zijn tegenstander. Hij heeft gewonnen. Tot zover deze uitzending van Hart van Nederland. Zometeen na het weer van Piet Paulusma kunt u kijken naar Trauma Team ER Live. En morgenavond om 10:30 is Hart van Nederland er weer. Namens ons allen hier in Amsterdam nog een prettige avond. Het weer met Piet Paulusma. Vanmiddag werd in Band in Flevoland het startsein gegeven voor de actie Driftkikker. Ik ben wijs met de sloot. Meneer Van der Lindeloof van de FLTO, wat houdt zo'n actie in? De actie Driftkikker beoogt dat boeren en tuinders in Friesland en Flevoland nog zorgvuldiger omgaan met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen. Zodanig dat het oppervlaktewater minder wordt belast. En het weer speelt ook een belangrijke rol? Het weer speelt zeker een belangrijke rol, omdat een van de speerpunten in de actie is spuiten bij een lage windsnelheid, minder dan 5 meter per seconde. Nou, dat zat er vandaag niet in, dus we konden vandaag wat dat betreft niet gaan spuiten. Maar dat wordt wel anders, het wordt rustiger. Laten we eens een keer gaan kijken naar het weer voor morgen. In het noorden is er heel veel zon en het wordt rustiger. Verder een temperatuur die uiteenloopt van rond de 19 graden langs de kust tot nog zo'n 22 graden in Drenthe en in de provincie Groningen. Kijken we dan naar het midden van ons land, is het een beetje warmer. In het oosten zo'n 23 graden, langs de kust nog die 20 graden en ook hier geldt een vrij zonnige dag. Nou, volop zon heb ik staan voor het zuiden met temperaturen rond de 21 graden, maar liefst in Zeeland tot nog zo'n 23 graden in Limburg. En dan nu het weer voor zaterdag. In het zuiden zien we de zon staan, later misschien wel wat meer bewolking, de temperaturen iets lager, zo rond de 19 à 22 graden. Het blijft ook droog in het midden van ons land, met later misschien wat meer bewolking en de temperaturen daar tussen de 20 en de 22 graden, de hoogste temperaturen op een Veluwe en in het oosten. Dan kan het zelfs nog een beetje warmer worden.
Nog wat warmer is het in het noorden en dan wel in het noordoosten. Dan kan het zo'n 23 graden worden, terwijl de kustgebieden zo'n 19 graden hebben staan. Ook hier geldt dat er weer flink wat zon is, later op de dag wat meer bewolking. Wij kunnen morgen aan het werk, want dan wordt het rustig weer. Ik ben wijs met de sloot en ik ben wijs met u. Wat mij betreft dan ook. Ontmoen, tot morgen. Negen. Elf. Twaalf. 23. 24. 26. 27. 29. 30. 36. 45. 46. 52. 53. 54. 57. 60. 74.